maakt vandaag een eind aan een reeks van 13 wedstrijden van Thomas Gorel. En eigenlijk op heel eenvoudige wijze. Overtuigende wijze. Ja, nou ja, ik speelde vanaf begin af, van begin af aan goed en hij ietsje minder. Hij maakte wat fouten. En, ja, en als je dan gelijk op een achterstand loopt, dan is het natuurlijk lekker voor mij spelen en voor hem wat minder. Ja. Het was misschien voor het publiek niet de wedstrijd waarop werd gehoopt, maar daar heb jij waarschijnlijk maling aan. Ja, nou ja, ja, als ik daarmee moet bezig zijn wat het publiek hoopt, dan kan je niet lekker spelen. Ik sta hier om die wedstrijd te winnen en het liefste zou ik elke keer zo willen winnen. Ja, eigenlijk per wedstrijd ben je misschien wel beter in je spel gaan komen. Steeds overtuigender eigenlijk gaan spelen. Heb je dat zelf ook zo ervaren? Ja, absoluut. Het was natuurlijk aan het begin een beetje aftasten. 5 jaar lang hier niet gespeeld. Ik wil graag goed doen hier. De omstandigheden zijn lastig. Ik speel het liefst op een wat hardere gravelbaan. Dit is een wat kleierige gravelbaan. Dus ook de ballen zijn traag. En dat past eigenlijk niet zozeer bij mijn spel. En ben ik daarom juist heel erg tevreden over de laatste 2 wedstrijden tegen Mathieu Milkoop en Thomas Rell. Die natuurlijk die bal ontzettende klap kunnen uitdelen. En daar heb ik denk ik goed verweer tegen gegeven. Ja, je bent niet meer zo heel vaak actief in het Challenger circuit. Deze week dan in Scheveningen. Hoe heb je dat ervaren, zo'n ambiance op een Challenger toernooi? Ja, nou ja, hier in Scheveningen, de Sport 1 Open, staat natuurlijk bekend omdat het gewoon fantastisch georganiseerd is. Zelfs een paar ATP-toernooien zijn gewoon jaloers hoe de organisatie hier in elkaar steekt. Dus dat is niks nieuws. En dan is het natuurlijk fantastisch om zo hier te spelen. Laatste vraag. Morgen tegen Jesse Houtagalung. Jij bent als nummer 1 geplaatst hier de favoriet. Ervaar je dat ook zo? Ja, nou ja, als je inderdaad nummer 1 geplaatst bent, dan ben je altijd favoriet puur op de ranking. Je moet wel kijken af en toe naar ja, wat voor ondergrond is het, wat is de situatie. In dit geval zal het een hele lastige wedstrijd worden. De laatste keer dat ik tegen Jesse heb gespeeld, toen verloor ik. En zal ik dus echt aan de bak moeten, wil ik winnen morgen.